Goedemiddag, dames en heren. In naam van de Nationale Bank van België heet ik jullie van harte welkom op dit webinar waar het Havenrapport 2019 aan bod komt. Een 500-tal mensen hebben zich ingeschreven voor dit event, dus welkom aan iedereen die ons vandaag vervoegt. Het Havenrapport 2019 is reeds de 30ste editie. Tja, de eerste dateert van 1991. Dus jaar op jaar maakt de Nationale Bank een update waar ze vooral het economische belang van de Belgische havens toelicht. Vice-gouverneur Steven van Akkeren zal dadelijk de belangrijkste lijnen van de studie voorstellen. Ter informatie wil ik u meedelen dat dit webinar wordt geregistreerd. Dus de opname ervan, de PowerPoint-presentatie die straks aan bod komt en de link naar het rapport zelf zullen naar elk van jullie worden toegestuurd via mail. Na de presentatie nemen we uiteraard de tijd om jullie vragen te beantwoorden. Via de chatbox kan u ook al tijdens de toelichtingen vragen formuleren. Aarzel zeker niet. Maar eerst geef ik heel graag het woord aan vice-gouverneur Steven van Akkeren. Ga uw gang. Goedemiddag iedereen. Hartelijk welkom op mijn beurt op dit webinar over het Havenrapport 2019. En 2019, dat is geen tikfout. Het is wel degelijk zo en de trouwe kijkers zullen dat ondertussen wel weten. Wij hebben de gewoonte om te werken op de zeer gestabiliseerde, betrouwbare cijfers van de jaarrekeningen. Zodanig dat we een heel betrouwbaar beeld kunnen geven. Maar dat is natuurlijk, dat geven we meteen toe, niet altijd het meest actuele. We gaan dat deze middag ook opvangen, doordat we met een blik op de statistieken van de BTW-aangifte u toch al een eerste idee kunnen geven met betrekking tot hoe dat staat voor 2020. Als u eigenlijk een blik wil hebben op datgene wat de essentie van het rapport is, dan heb je eigenlijk met deze slide al meteen de key takeaways, om zo te zeggen. Als je nieuwsgierig bent naar wat uiteindelijk 2019 heeft opgeleverd, dan kun je dat als volgt samenvatten. Alles tezamen is in 2019 de directe en de indirecte toegevoegde waarde van alle havenbedrijven samen met 0,6% gestegen tot meer dan 30 miljard in 2019. En dat stelt komt dat overeen met haast 7% van het Belgisch BBP. De totale investeringen die zijn wat teruggevallen, maar dat is voor een belangrijk stuk ook het gevolg van het feit dat in 2018 we nog een grote fusieoperatie konden optekenen. Als je daar minder rekening mee houdt, als je dat weghaalt uit de cijfers, dan stel je een situatie vast van een lichte terugval, maar die alles tezamen moet bekeken worden in het licht van 5 goede jaren kwestie van investeringen. En tenslotte, als je kijkt naar de tewerkstelling, dan stel je vast dat in de Belgische havensectoren en hun leveranciers het totaal aantal jobs toenam tot 254.000 voltijdsequivalenten. Dat wil zeggen nog meer dan 254.000 banen. Met andere woorden, toch wel een inkomen voor bijzonder veel gezinnen. En die tewerkstelling, dat is opmerkelijk, straks komen we daar in detail wat op terug, is ook wel wat gestegen. En zeker zo hard gestegen als de toegevoegde waarde. U weet dat wij de gewoonte hebben om een drietal grote indicatoren te bekijken wanneer we een beeld willen vormen van de economische activiteit op een jaar. En dat slaat op de toegevoegde waarde, de directe tewerkstelling en de investeringen in de havens. En u ziet hier al meteen in deze eerste grafieken een soort van totale samenvatting van datgene wat er in 2019 is opgetekend, maar vooral ook met een blik op hoe het de laatste 5 jaar zich heeft afgetekend. In het rood, links, in de grafiek links, in het rood ziet u de directe toegevoegde waarde. En je stelt vast dat na een kleine terugval in 2018, dat die toegevoegde waarde opnieuw hernomen heeft in 2019, maar nog niet het niveau van 2017 heeft herwonnen.
Dat concept van toegevoegde waarde, daar wordt altijd wat mee geworsteld. Maar uiteindelijk is de toegevoegde waarde datgene wat inkomens helpt verzekeren, datgene wat eigenlijk ultiem het bruto binnenlands product verzekert en met andere woorden de bron is van onze welvaart. Als je dan kijkt naar de lijn in het geel, daar zie je die totale investeringen. Maar dus met die kleine bemol dat je moet opletten, de investeringen hebben in 2018 een echte piek gekend door een belangrijke fusieoperatie. In de slides die gaan volgen zal ik tonen dat als je die weghaalt, dat je een wat genuanceerder beeld bekomt met niet zo'n enorme terugval in het jaar 2019. In het groen zie je dan de directe tewerkstelling, wat toch eigenlijk in termen van de legitimiteit van de portuaire activiteit toch ook van groot belang is voor de samenleving. En je stelt vast dat voor het vierde jaar op rij het aantal voltijdsequivalenten voor de zes Belgische havens gestegen is. En eigenlijk een toename heeft gekend die in het verleden niet altijd het geval was. Met andere woorden, de arbeidsintensiteit van de groei is ook in 2019 vrij goed verzekerd geweest. En dan in het blauw zie je in die linkerslide een beetje, laten we zeggen, de ruggengraat van al die andere indicatoren. Dat is namelijk de evolutie van de goederentrafiek als zodanig. Die blauwe lijn is een beetje de duw in de rug van alle andere indicatoren. En dat goederenverkeer heeft in 2019 toch een mooie groei van 2,6% opgetekend. Rechts gaan we even kijken hoe onze Belgische havens zich wat dat betreft, wat die blauwe ruggengraatindicator, namelijk de cargotrafiek, hoe die Belgische havens zich gedragen hebben in vergelijking met hun meest directe concurrenten. Je ziet eerst in het blauw nog identiek dezelfde lijn voor de Belgische zeehavens, wat hun ontwikkeling van hun cargo is. En je ziet dan in de stippenlijn datgene wat de evolutie is in wat men eigenlijk hun directste concurrenten kan noemen, namelijk de range van Hamburg tot Le Havre. Dat is eigenlijk alles tezamen, de havens die behalve de onze bestaat uit Le Havre en Duinkerke in Frankrijk, Amsterdam en Rotterdam, Noordzeeport Netherlands zit er ook bij en natuurlijk de Duitse havens Hamburg en Bremen. En dan stel je toch wel vast dat de ontwikkeling in de Belgische havens afgetekend een hogere score of een hogere groei te kennen geeft dan datgene wat gebruikelijk opgetekend is de laatste jaren bij de concurrenten. En ook voor de binnenhavens in België is er wat dat betreft een behoorlijk goed resultaat. Dat zie je in de rode lijn, de doorgetrokken lijn, dat is eigenlijk essentieel Brussel en Luik, de binnenhavens. En de stippenlijn geeft Duisburg en Parijs aan. En je ziet dat daar ook, zeker in vergelijking met de beginsituatie in 2014, de ontwikkeling in België voorspoediger is geweest. Goed, we gaan in de volgende slides, zes slides, gaan we eigenlijk telkens opnieuw hetzelfde doen. We gaan voor elk van de drie grote indicatoren, de toegevoegde waarde, de investeringen en de tewerkstelling, gaan we een blik werpen op hoe het de laatste 5 jaar is geweest. Daar ziet u al een eerste blik op, ook 2019 natuurlijk. En dan komt er telkens een slide na waarin we wat gaan kijken naar de ingrediënten van datgene wat in het jaar 2019 markant is geweest. We beginnen dus met de toegevoegde waarde. Dus beide grafieken, dat ziet u, die hebben op deze slide in een zwarte stippenlijn de evolutie van de toegevoegde waarde aangegeven. Als je de dikke zwarte stippenlijn bekijkt, dan ziet u wat daar de ontwikkeling is van die toegevoegde waarde. Begin ik met eerst even te zeggen dat de directe toegevoegde waarde een duidelijk stijgende trend kent sinds 2014. Met na die neerwaartse knik in 2018 toch wel weer een lichte heropleving in 2019. Tot een totale niveau van directe toegevoegde waarde van 19,2 miljard. Dus als u dat cijfer van daarnet nog in uw hoofd heeft van 32 miljard totale
toegevoegde waarde moet u er rekening mee houden dat, wat ik in het begin zei, rond de 32 miljard, dat slaat op de directe en de indirecte toegevoegde waarde. Hier zoomen we in op de directe toegevoegde waarde, dat wil zeggen zonder rekening te houden met de leveranciers. Maar dus alles tezamen is de portuaire sector goed voor 19,2 miljard, een lichte stijging ten opzichte van 2018. En je ziet hoe de verschillende sectoren daar al dan niet aan hebben bijgedragen. Je ziet daar eigenlijk de trend van de vijf grootste maritieme sectoren aan de linkerkant, terwijl aan de rechterkant de vijf grootste niet-maritieme sectoren. U merkt meteen als u visueel naar die twee grafieken kijkt, u merkt meteen dat de niet-maritieme sectoren alles tezamen een iets sterkere bijdrage hebben geleverd ten opzichte van die toegevoegde waarde dan de louter maritieme. Alles tezamen is het wel zo dat de goederenbehandeling, dat is de rode lijn in de linkse figuur, dat die toch wel een quasi-constante toename etaleert. En ondanks het feit dat ze niet altijd meteen vertaald wordt in nieuwe cijfers die beter zijn op het niveau van de totale toegevoegde waarde, kunnen we niet anders dan blijven vaststellen dat een gezonde groei van de goederenbehandeling uiteraard de basis is, de ruggengraat voor heel veel andere activiteiten. En wanneer u op deze slides focust op 2019, dan ziet u inderdaad dat elke sector in 2019 een groei heeft gekend, met uitzondering van twee grote niet-maritieme sectoren. U ziet dat dus aan de rechterzijde, zijn de chemie, dat is rood in de rechtse grafiek, en de metaalverwerkende nijverheid, dat is blauw in de rechtse grafiek. En we gaan daar in de volgende slide eens wat dieper op ingaan om eens te kijken hoe 2019 zich dan in deze evolutie presenteert. U ziet hier eigenlijk de decompositie van de groei 2018-2019 en u ziet meteen dat dus de toename van de toegevoegde waarde ten belopen van ongeveer 1,4%, dat die grotendeels te verklaren is dit jaar door aan de ene kant de energiesector, dat is het donkerblauwe blokje op deze grafiek, en ook de rederijen. De rederijen, het lichtblauwe blokje, die hebben allebei een relatief forse bijdrage geleverd aan die 1,4% toename van de groei. Het gele blok, het grote gele blok, other, dat zegt u misschien niet veel, maar dat betekent eigenlijk dat op de twee sectoren die ik straks zal noemen, dat bijna alle andere sectoren eigenlijk een stevige bijdrage hebben geleverd aan de groei en vele kleintjes hebben daar één groot gemaakt. Maar dus inderdaad, u heeft gezien dat onder de nullijn er toch ook twee blokken een negatieve groei laten optekenen, of beter gezegd een negatieve bijdrage aan de toename van die toegevoegde waarde. En dat slaat enerzijds in het grijs op de scheikunde, op de chemie, en anderzijds in het groen de metaalverwerkende nijverheid. De daling in de scheikunde kwam door een forse terugval van het operationeel resultaat van het grootste chemiebedrijf in Antwerpen. Dat is vooral door lagere verkoopprijzen en inkrimpende verkoophoeveelheden. Want ja, de vraag van cruciale industriële klanten, vooral dan uit de automobielsector, is in 2019 sterk afgenomen. Ook in de metaalverwerkende industrie, daar is er een sterke invloed op getekend door het feit dat de lagere verkoopprijzen voor het staal als gevolg van een Europees overschot en een lagere vraag van orders van industriële klanten, maar ook van autoproducerende klanten, daar eigenlijk een negatieve knik gaf in datgene wat de toegevoegde waarde van 2019 was. Als we dan even kijken naar de investeringen, iets wat we altijd heel graag in de gaten houden, maar waarvoor we eigenlijk telkens opnieuw naar diegenen die het rapport bekijken moeten insisteren op het feit dat dat toch wat wisselvalliger kan zijn, omdat dat de cyclus van bepaalde investeringsprojecten volgt en dat je daar niet altijd jaar op jaar grootse conclusies moet uittrekken. Je ziet daar in de zwarte
streepjeslijn de totale evolutie, maar we hebben meteen met een klein stippenlijntje dezelfde ontwikkeling getoond zonder die fameuze fusieoperatie waar ik het daarnet over had. En dan ziet u dus wat ongeveer de ontwikkeling is geweest in 2019 in termen van investeringen. Daarnaast hebben we natuurlijk getracht om een beeld te vormen van waar de verschillende bedrijfstakken bijgedragen hebben aan de investeringen. En als we de omvang van de bedrijfstakken daarbij ook een beetje beschouwen, en als we dus die rederijen niet in aanmerking nemen, omdat ja, die fusieoperatie een beetje het beeld zou kunnen verstoren, dan stellen we vast dat de investeringen over de ganse periode, dus over deze 5 jaar, vooral zijn gedreven geworden door investeringen in de scheikunde, het goederenvervoer, de energie en de metaalverwerkende nijverheid. Eigenlijk is dat misschien nog handiger als ik u meteen laat zien wat in 2019 dan het geval was. En op deze slide ontleden we ook de evolutie in het laatste jaar. En we stellen daar vast dat alles tezamen de havenbedrijven in 2019 zo'n 180 miljoen euro minder hebben geïnvesteerd dan in 2018, wat neerkomt op een daling van 3,6%. Maar die lagere investeringsbedragen die zijn grotendeels te verklaren door het feit dat bepaalde investeringsprojecten gewoon tot afwerking zijn gekomen. En dat geldt eigenlijk dan vooral in de chemie en in de energie. Dus de scheikunde, de chemie, dat is het groene blokje. De energie staat in het geel. En dat slaat eigenlijk, ik ga u wat voorbeelden geven, het feit dat het chemische bedrijf Nippon Shokubai zijn investering in 2018 voor een nieuwe fabriek voor de productie van superabsorberende polymeren en ook een nieuwe productielocatie voor fabricage van acrylzuur heeft beëindigd, waardoor eigenlijk hun investeringsniveau weer op een normaal niveau kwam. Ook weer een ander voorbeeld, de energiesector. Die hebben lagere investeringsbedragen genoteerd in 2019. Dat heeft eigenlijk veel te maken met het feit dat de onderhoudsinvesteringen voor de kerncentrales in Doel en Tihange dat die beëindigd zijn na dus die extra investeringen door Electrabel in 2018 om de kerncentrales te moderniseren en de levensduur ervan te verlengen. Dus met andere woorden, de investeringsritmes hebben niet altijd te maken met een directe economische context, maar soms ook gewoon met de chronologie waarin een investeringsproject zich bevindt. Hier krijg je eigenlijk dat beeld dat u ook in detail zult kunnen bekijken als u het rapport gaat analyseren van datgene wat te maken heeft met de tewerkstelling. Als je kijkt naar de tewerkstelling, dan moet ik toch met een bepaalde tevredenheid, ook als ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, een beetje vaststellen dat datgene wat de havensector lange tijd heeft gekenmerkt, namelijk best wel een behoorlijke groei, maar heel vaak een groei die niet gelijke tred kreeg in termen van tewerkstelling. Met andere woorden, investeringen die voor een deel gebaseerd waren op hogere productiviteit door minder mensen te werk te stellen, wat op zich ook een economisch fenomeen is waar een bepaald begrip voor kan worden opgebracht, dan stel je nu toch wel vast dat de toename van de tewerkstelling ongeveer gelijke tred houdt met de toename van de toegevoegde waarde. Dus je stelt vast dat de evolutie van de directe tewerkstelling in alle Belgische havens samen over de laatste 5 jaar een licht stijgende trend kent. Dat is de zwarte of de zeer donkerblauwe stippenlijn die je daar in het midden ziet wanneer u kijkt naar de grafiek links. Je stelt vast dat eigenlijk sinds de financiële crisis in 2008-2009 de werkgelegenheid eerder negatieve groeicijfers heeft gekend tot en met het jaar 2015. En dus pas vanaf 2016 begon het aantal voltijdsequivalenten zich langzaam te herstellen. En ondertussen is het tewerkstellingsniveau van voor de financiële crisis weliswaar nog niet bereikt. We zitten nu aan een directe tewerkstelling van 120.400 directe voltijdsequivalenten, dus een goede 120.000.
Je moet dat dus correleren met het cijfer dat ik in het begin van mijn toelichting gaf. Een kleine 250.000, 254.000 voltijdsequivalenten als je de directe en de indirecte tewerkstelling neemt. Als je rechtstreeks alleen naar de directe tewerkstelling kijkt, dan kom je op ongeveer 120.000 banen. Dat was in het jaar 2008 123.000 ongeveer. Met andere woorden, ongeveer het niveau hebben we bereikt van het jaar 2008, als dat mag worden gezien als een jaar voor het uitbreken van de financiële crisis. En als je nu rekening houdt met de omvang van de verschillende sectoren, dan stel je vast dat die evolutie, die dus wat positiever is de laatste jaren, dat die vooral is ondersteund geweest door bijkomende jobcreatie in de goederenbehandeling. Dat is rood in deze linkse grafiek. De chemie, dat is rood, maar dan in de rechter grafiek, hè, omdat het in de niet-maritieme sectoren wordt geclasseerd. En ook in de andere logistieke diensten, dat is het gele in de rechter grafiek. Laat ons dan eens kijken naar datgene wat het afgelopen jaar het beeld daarvan is geweest van de toename van de tewerkstelling. Dan zien we dat eigenlijk de evolutie van de tewerkstelling in elke sector positief is geweest. Met andere woorden, u vindt geen sectoren onder die nullijn. En net zoals de vorige jaren, is dat toch voor een belangrijk stuk het werk, bij wijze van spreken, van de goederenbehandeling, de donkerblauwe balk, de logistieke diensten, de overige logistieke diensten, het lichtblauwe balk en de scheikunde, het grijze balkje. Maar alles tezamen stel je wel vast dat die toename in de tewerkstelling in alle sectoren een realiteit is geweest. Dan kom ik met een slide waarvan ik echt zou willen zeggen, handle with care, want dit is geen wedstrijd waarbij we de verschillende havens met elkaar willen vergelijken. Trouwens, om te beginnen, zou dat ook niet fair zijn, omdat de dimensie van de havens, waarvan u zich uiteraard ook heel goed bewust bent, een totaal verschillend beeld verdient. Dus met andere woorden, als u beseft dat bijvoorbeeld 58% van de totale directe toegevoegde waarde gegenereerd wordt in Antwerpen en de kleinste haven, die mij ook zeer dierbaar is voor het overige, Brussel, goed is voor 3% van de toegevoegde waarde, dan begrijpt u meteen dat dit soort van grafieken alleen maar een nut heeft voor diegene die eigenlijk zijn eigen haven wat wil vergelijken met het sectorgemiddelde en zonder daarbij dan andere grote kampioenschappen te willen organiseren. Maar er springen toch een paar dingen in het oog als u deze drie grote indicatoren, de toegevoegde waarde, de directe investeringen en de tewerkstelling met elkaar vergelijkt. Wat ziet u daarin als toch wel opvallend fenomeen? Namelijk, je ziet in de linkse grafiek, ziet u dat het laatste jaar elke haven een groei heeft gekend van de toegevoegde waarde. Er is dus geen haven geweest die een achteruitgang te kennen heeft gegeven. In de middelste grafiek moet u toch opnieuw die grote volatiliteit van de investeringen vaststellen. Dat is nogal duidelijk. En de rechtse grafiek vertoont in 2019 duidelijk een stijgend aantal voltijdsequivalenten in alle havens, met uitzondering misschien van een lichte daling in Brussel. Het gaat over 28 voltijdsequivalenten, dus het gaat ook niet over enorme omvang. En ja, moet misschien ook voor degenen die het heel aandachtig bekijken, wijzen op het feit dat we daar een andere schaal hebben gebruikt. Hè. Dus we gaan daar van 85% naar 115%, terwijl dat voor de andere twee grafieken, de twee linkse grafieken van tussen de 50 en de 200 is. Hadden we die op dezelfde schaal gezet, dan zouden de ontwikkelingen rond employment, rond de werkstelling, veel lichter geweest zijn en haat een quasi, ik kan niet zeggen horizontale lijn hebben getoond, maar toch een veel minder uitgesproken toename. Goed, u gaat dat natuurlijk, wanneer ik dit soort slide toon, dan doe ik dat eigenlijk vooral ook omdat ik hoop dat u het rapport zult willen lezen, waarin u voor elke haven ook een veel groter detail gaat zien. Nu kan ik me voorstellen
dat u denkt, oké, nu hebben we dat weer gehad. Dat is handig voor onze brochures en voor onze gesprekken met de lokale politici om te wijzen op het enorme belang van mijn haven voor de volledige economie in de directe omgeving. Maar toch wel zonde dat de Nationale Bank telkens opnieuw met cijfers komt die ja, pakweg 1,5 jaar geleden van een grote relevantie waren. Maar hoe zit het nu eigenlijk met het fameuze COVID-jaar? Hè? Met datgene wat corona ons heeft gedaan. We hebben geprobeerd om dit jaar, hè, dus het product dat wij aan te bieden hebben, is wat het is. Wij proberen op een gestabiliseerde manier, doordat we met de jaarrekeningen voor de dag komen, u een beeld te geven van de havensector dat niet meer geweldig zal bewegen en dat u kunt gebruiken wanneer u bepaalde argumentariums moet zien te ontwikkelen. Maar we hebben toch getracht van u al een beeld te geven van het jaar 2020. We gaan dat doen in een tweede deel van deze presentatie. En een eerste vaststelling, wanneer we proberen een blik te werpen op wat heeft 2020 ons aangedaan, is natuurlijk kijken wat er gebeurd is in gans België als het gaat over de exportsituatie van ons land. En eigenlijk moet je vaststellen dat 2020 een relatief matige daling van de export. Althans, als ik hier in deze grafiek kijk naar de export naar landen buiten de EU. En voor het gemak en voor het goede begrip, Brexit of geen Brexit daar gelaten, het Verenigd Koninkrijk zit hier dus niet in. Met andere woorden, we hebben voor wat de Brexit-effecten betreft, hebben we het Verenigd Koninkrijk nog altijd binnen de EU-logica. En we kijken hier dus echt naar export naar andere landen dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië. En wat stel je daar eigenlijk vast? Misschien op het luchttransport na, waar je een flinke knik naar beneden ziet, is eigenlijk de daling die vastgesteld wordt ook in het transport over zee relatief gering. En in ieder geval bij eerder het voortzetten van een trend die ook al tussen 18 en 19 het geval was, dan wel een enorme knik die men op basis van de toch wel enorme klap die de economie heeft gekend zou verwachten. Misschien ook voor alle fans van de waterweg, je stelt ook vast dat die export vanuit België, dat de export via de weg eigenlijk een bestendige daling laat optekenen, terwijl alles tezamen de export via de zee, via het water, een toename kent als je dat vergelijkt met het jaar 2000. En je stelt ook vast dat de handel door de waterweg, dat die eigenlijk de meest belangrijke is geweest om landen buiten de EU te bereiken. Ongeveer 90% van de volumes die geëxporteerd of geïmporteerd worden naar landen buiten de Europese Unie, die komen binnen of die gaan naar buiten via het water. Dat is een eerste vaststelling. Je stelt dus eigenlijk vast dat de totale daling van de geëxporteerde en geïmporteerde volumes door het maritiem transport, dat die uiteraard wel een daling hebben opgetekend. Ongeveer 5% als het gaat over de import, 4% als het gaat over de export. Maar toch niet de totale verwoestende klap die in sommige sectoren van onze economie is vastgesteld. Wat we ook vastgesteld hebben, dat is een positieve bijdrage van wat men hier die extensive margin noemt. Hè. Dus de extensieve marge, dat slaat eigenlijk op het fenomeen dat met bestaande handelspartners men meer of al dan niet minder kan handelen. Met andere woorden, wat is er bijgekomen ten gevolge van relaties met reeds bestaande klanten? En men stelt daar eigenlijk vast dat in het jaar 20 er een positieve bijdrage is van die fameuze extensieve marge. Terwijl er aan de andere kant een... excuseer, ik heb het me helemaal omgekeerd uitgelegd. Hè. De extensieve marge is degene die te maken heeft met landen of klanten waar men nog geen relatie mee heeft. Dus excuseer, u moet rewinden als u goed aan het luisteren was. De extensieve marge slaat erop van vinden wij nieuwe klanten? En inderdaad, we stellen in 2020 vast
dat de extensieve marge een positieve bijdrage heeft geleverd. Lees, er zijn nieuwe markten ontwikkeld. Of er zijn misschien minder markten geweest waar men totaal verdwenen is. Terwijl aan de andere kant, en dat staat dan in dat derde puntje, de intensieve marge, namelijk de mate waarin men met bestaande klanten functioneert, dat die jammer genoeg een bijdrage heeft geleverd aan de daling van de totale handel. Met andere woorden, de bestaande klanten, die hebben jammer genoeg heel vaak een stuk van hun handel wat moeten zien terugschroeven. Maar we hebben aan de andere kant vastgesteld dat de extensieve marge, namelijk het binnenhalen van nieuwe markten, dat dat eigenlijk in het jaar 2020 beter gelukt is dan in voorgaande jaren. Excuseer voor de kleine verwarring in het begin van wat ik aan het uitleggen was. En wat stellen we tenslotte ook vast, dat staat helemaal onderaan, dat is dat de export of de import naar landen vooral getroffen is geweest, en dat is geen grote verrassing natuurlijk, als het gaat over landen met een hoge mortaliteitsgraad, met andere woorden, landen waar enorm veel impact is vastgesteld geweest van de COVID-epidemie. Maar dat is denk ik niet verrassend. Als je dan kijkt naar de totale ontwikkeling van de trafiek, dan mag het eigenlijk geen grote verbazing wekken dat eigenlijk alle havens op Zeebrugge na, ik zal daar straks een woordje over zeggen, eigenlijk een impact van COVID-19 hebben gekend. Alles tezamen vrij goed stand gehouden, maar de totale trafiek heeft toch een klap van 3,4% moeten incasseren. Zoals ik daarnet al zei, met in elke haven een verminderd goederenverkeer, behalve in Zeebrugge. Dat heeft te maken in Zeebrugge met een groeiende containertrafiek en liquide en droge bulk, waarmee eigenlijk de val die men vastgesteld heeft rond de autohandel via de Ro-Ro, die zijn meer dan gecompenseerd. En men heeft daardoor nog een groei kunnen optekenen in Zeebrugge van 1,2 miljoen ton. Nu, vermits het eigenlijk voor het merendeel van de ondernemingen nog het geval is dat hun jaarrekeningen met betrekking tot het financiële jaar 2020, dat die nog niet neergelegd zijn, moeten we wel erkennen dat het voorlopig voor ons nog koffiedik kijken is wat nu de precieze impact zal zijn op de toegevoegde waarde, de investeringen en de tewerkstellingen. Maar we hebben toch willen een eerste blik werpen op de evolutie en we hebben dat gedaan aan de hand van de maandelijkse omzetcijfers die afkomstig zijn uit de BTW-aangifte. En je gaat dat hier zien. Ik vat het meteen even samen in de titel. De totale omzetdaling was ongeveer 10,5%. Nu opgelet dus, wanneer u dit concept van de omzetdaling gaat associëren met alles wat ik tot nu toe heb verteld in het jaar 2019 over de toegevoegde waarde, dan begaat u een gevaarlijke vergissing. Dus de 10,5% daling van de omzet zegt op zich nog niet meteen of de bedrijven ook in staat zijn geweest om een omzetdaling te compenseren, helemaal te compenseren, of misschien zelfs over te compenseren door een vermindering ook van hun kosten. Denk maar aan situaties van tijdelijke tewerkstelling, waardoor bepaalde kosten opgevangen zijn geweest door de overheid. En het blijft dus afwachten of die omzetdaling ook per definitie aanleiding heeft gegeven tot een daling van de rentabiliteit. En dus met andere woorden, nogmaals, u zult moeten wachten tot volgend jaar om een even mature analyse te kennen voor wat 2020 betreft. Maar we zullen allemaal wel akkoord zijn dat als we al eens een keer de klappen in de omzet kunnen bekijken, dat we toch al een eerste beeld hebben. Nu, in deze grafiek, wat ziet u nu? Aan de hand van de kleuren kunt u herkennen dat het telkens over een volledig jaar gaat, van januari tot december, en waarbij het punt 100 door ons is vastgesteld op januari 2019. Dat is die groene lijn die u daar ziet. En u ziet na de groene lijn die dus het jaar 2019 toont, de gele lijn die eigenlijk het jaar beschrijft dat we nu net achter de rug hebben, het jaar 2020. Het eerste dat u toch moet opvallen wanneer u dus deze vier jaren bekijkt met de vier kleuren, dat is dat er hoe dan ook seizoeneffecten te zien zijn. En u ziet dat elk jaar april
een ogenblik is waarop die omzet een flinke tik naar beneden kent. En eigenlijk de zomermaanden, hè, juli, augustus, hebben ook in de andere jaren buiten de gele een daling te kennen gegeven. Deze keer komt dat nu tegelijkertijd overeen met de uitbraak van de COVID-crisis en de maatregelen die zijn genomen geworden. Je stelt vast dat de impact van de eerste strenge lockdownperiode die door de Belgische overheid is opgelegd in april en in mei, samenvalt met een periode die hoe dan ook al een seizoenseffect normaal te kennen geeft. En u ziet meteen ook dat de terugval daar veel sterker is dan in voorgaande jaren. Wat u ook ziet, dat is dat vanaf het derde kwartaal ziet u eigenlijk een herstel ten opzichte van het tweede, dankzij een minder zorgwekkende gezondheidssituatie. Dat heeft even geleid tot een terugkeer naar een wat normalere activiteit. Maar dan eind oktober is er een tweede lockdown afgekondigd geweest. Deze keer minder streng en u ziet eigenlijk ook in de cijfers dat die maar nauwelijks een kleine aarzeling opgeleverd heeft in november. En dat u ziet ook dat tegen december de omzetcijfers alweer flink in de buurt komen van datgene wat de laatste 3 jaar min of meer het gemiddelde was. Maar alles tezamen, dus een vrij genuanceerd beeld. Maar als je het wil samenvatten in één cijfer, toch nog altijd een daling van 10,5% onder het jaar 2019. Ik heb geprobeerd om een beeld ook te geven, of tenminste Ilse Rubbrecht, de hoofdauteur van deze studie, heeft geprobeerd om een beeld te geven van wat heeft dat nu betekend voor individuele bedrijven. Want het is goed om naar de volledige sector te kijken, maar wat betekende dat voor een typisch bedrijf? En het eerste dat u moet vaststellen, of mag vaststellen, dat is dat als je de situatie van april 2020 vergelijkt met april 2019 voor alle bedrijven samen, dan stel je vast dat voor een gemiddeld, beter gezegd een mediaan niet-financiële onderneming, de omzetdaling 32% is geweest. Dus toch wel een flinke klappunt op de Belgische economie. Maar u stelt meteen ook vast dat de havenbedrijven, als je daar de mediaan neemt, dat daar de klap in de omzet, ik ga zeggen, slechts 14% bedraagt. Slechts, vooral natuurlijk in vergelijking met die 32% van de volledige sector buiten de financiële sector. Als we nog wat dichter willen kijken naar de manier waarop dat een en ander effect heeft gehad voor een aantal bedrijven. Kijk, wat we hier tonen, dat is wat de bedrijven die binnen de maritieme sector wat die aan omzetverlies hebben opgetekend wanneer ze zaten in het eerste kwartiel. Het eerste kwartiel is het kwartiel dat het hardst getroffen is geweest door de omzetdalingen. De groene lijn die ik nu laat verschijnen is de mediaan, dat wil zeggen eigenlijk het bedrijf dat helemaal netjes in het midden staat van alle verliezen in termen van omzet. Terwijl de laatste, de blauwe lijn die ik nu toevoeg, toont dat er toch ook wel bedrijven zijn geweest, deze die in het derde kwartiel zitten, die niet zozeer een daling van hun omzet hebben gekend, maar zelfs een toename van hun omzet hebben gekend. Dus hier heb ik nu 3 lijnen getrokken, die alle 3 slaan op de maritieme sector. En je stelt dus eigenlijk vast dat er daar een vrij stevig diversiteit bestaat van sectoren die pakweg in april, mei omzetdalingen van orde van grootte 40% moesten optekenen. Een mediaan van een daling van ongeveer 15%. En toch ook nog wel een aantal bedrijven die naar aanleiding van het jaar 2020 gewoon een toename van hun omzet hebben kunnen optekenen. De grootste daling voor het mediane maritieme bedrijf was op te tekenen in mei van 2020, een daling met 16%. Ik zet er dan daarnaast nog even de niet-maritieme bedrijven bij.
Uiteraard de niet-maritieme havenbedrijven bij. En u ziet eigenlijk dat zij met een paar chronologische verschillen, waarbij dat in sommige gevallen de impact een tikje vroeger kwam, vrij sterk overeenstemmen met datgene wat er gebeurd is in de meer maritieme sector. Hetgeen de vervlochtendheid van die havenbedrijven met elkaar ook voor zover nodig nog eens een keer goed aantoont. Misschien interesseert het sommigen ook om eens te kijken naar een sectoraal beeld van die omzetdaling. En dan stel je vast dat eigenlijk het grootste slachtoffer de automobielsector is geweest. U ziet dat als u kijkt naar de schaal. We spreken daarover een daling die zelfs voor de mediaanbedrijven gaat naar 80-90% in de maand april. Ook de sector van de brandstoffen heeft ook enorm veel daling moeten optekenen. Alles tezamen is daar voor de bedrijven die in de mediaan zitten een daling van 46%. Dus de groene lijn die u aangeeft wat het typische bedrijf in de fuel production heeft moeten incasseren, dat gaat in de maand april naar een daling van 46%. Er zijn andere sectoren waar je vaststelt dat er vrij grote heterogeniteit is vast te stellen, waarbij dat inderdaad er winnaars zijn en verliezers. Je ziet dat bijvoorbeeld de bedrijven die actief zijn in de scheepsbouw en de scheepsbouwherstelling, ook diegenen die actief zijn in de handel, dat je daar zowel winnaars hebt die soms omzetstijgingen kennen die tot 60% kunnen gaan, maar die bijvoorbeeld voor de handel eerder rond de 20% omzetstijging cirkelen voor de bedrijven die het best hebben kunnen verdragen. Terwijl aan de andere kant in diezelfde sector toch ook in de rode lijnen er verliezers zijn geweest die hun omzet zagen dalen tot haast 60%. Typisch is dat in sommige andere sectoren, ik neem daarvoor dan de levensmiddelen, dan stel je vast dat eigenlijk de diversiteit daar minder groot is, hè. Dus dat daar alles tezamen de volledige sector een vergelijkbare omzetdaling kende, of men nu in het eerste kwartiel zat laten we zeggen in het derde. Goed, wie weet is dat allemaal een beetje heel veel detail voor u, maar we vonden het wel interessant om deze oefening met u te delen. We komen eigenlijk zachtjes aan de conclusie die ik met u wil maken. Ik kijk nog even snel naar mijn tijd. Ik heb al 3 kwartier van uw tijd gebruikt, dus het is hoog tijd dat ik u naar de conclusie leid. U ziet hier eigenlijk in een notendop de essentie van wat we hebben tracht te vertellen. U stelt eigenlijk vast dat 2019 voor de Belgische havens, zeker in de context van de economische conjunctuur, want ik was vergeten te vertellen dat 2019 voor de hele Belgische economie een ogenblik was van een lichte daling van de groei. Daling van het tempo van de groei, laten we zeggen een groeiterugval. En dat maakt eigenlijk de resultaten van de havensector des te indrukwekkender. Alles tezamen dus vrij goed stand gehouden in 2019. Dus een gunstig jaar. Dalende investeringscijfers, maar die eigenlijk niet mogen doen vergeten dat er over de afgelopen 5 jaar belangrijke inspanningen zijn geweest, ook in de havensector, om voldoende te investeren. En tenslotte ook een duidelijke positieve bijdrage aan de tewerkstelling. En dit rapport illustreert daarmee, en ik neem aan dat dat voor een groot deel van dit publiek van groot belang is, dit rapport illustreert daarmee nog eens opnieuw de enorm belangrijke rol die de Belgische havens spelen in de Belgische economie. Als het gaat over wat er in 2020 is gebeurd, de cijfers zijn daarnet genoemd. Vooral in landen waar de COVID-epidemie hard heeft toegeslagen, hebben wij een daling gekend van datgene wat de handel met die partners betrof. Maar alles tezamen met een daling van de export en de import die niet zo sterk is als men wel zou kunnen vrezen op basis van de terugval van de wereldhandel tot nu toe.
Als het gaat over de omzet-evolutie, wat ik daarnet in de laatste minuten wat heb trachten toe te lichten, dan lijkt mij het belangrijkste cijfer om te onthouden dat diversiteit binnen de verschillende bedrijven daargelaten, de daling met 14% van de omzet relatief gunstig afsteekt tegenover de daling van de omzet in het geheel van de Belgische economie, waarmee ik helemaal niet tekort wil doen aan de vaststelling dat bijvoorbeeld de autosector echt wel een bijzonder moeilijk jaar achter de rug heeft. Kijk, met die cijfers van de omzet hebben wij natuurlijk een soort sneak preview willen geven van datgene wat allicht het beeld zal zijn wanneer we hopelijk volgend jaar live met u kunnen overleggen over de bijdrage van de Belgische havensector aan de toegevoegde waarde, de tewerkstelling en de investeringen in de Belgische economie. U heeft dus eigenlijk al een sneak preview gekregen daarmee, maar de bedoeling is uiteraard om rendezvous te kunnen maken volgend jaar live en dat we elkaar oog in oog kunnen bekijken en dat u niet alleen maar via het schermpje dit soort van toelichting kunt volgen. Ik kan alleen maar afsluiten met u nog eens zeer warm op te roepen om niet te vergeten de website te bezoeken en het rapport zelf te downloaden. Velen van u zijn geïnteresseerd vanuit een benadering van hun eigen haven of de plek waar ze zelf actief zijn. Dat begrijpen we heel goed. Het rapport bevat nog een schat van gegevens waarmee u uzelf en uw eigen activiteiten kunt vergelijken met die van de collega's. Ik hoop in ieder geval dat we volgend jaar opnieuw in levende lijven met elkaar kunnen overleggen. Maar in ieder geval op dit ogenblik wil ik u al bedanken voor uw aandacht. En uiteraard zijn wij op dit ogenblik nu beschikbaar voor vragen, voor zover de tijd ons daar nog wat ruimte voor geeft. Dank u wel en we kunnen denk ik het woord teruggeven aan Ilse. Dank u wel, vicegouverneur. Als u luisteraar toch nog meer informatie wil hebben over elke haven afzonderlijk, dan wil ik op mijn beurt ook wel heel graag het rapport aanbevelen, want er zijn daar heel wat cijfers in terug te vinden, maar ook verklarende evoluties, vooral met betrekking tot het laatste jaar dan, voor alle havens, zowel de grote als de kleintjes. En als u op de link klikt die u op de slide ziet staan, dan komt u op de studie terecht. Nu, wij hebben ondertussen een aantal vragen binnengekregen via de chatbox. Een eerste vraag heeft betrekking op het Brexit-verhaal, is eigenlijk een dubbele vraag. Enerzijds, het totale omzetniveau blijkt deels te herstellen eind 2020. Is dat mogelijk een resultaat van opgebouwde voorraden bij Britse bedrijven vlak voor het moment waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten? En een tweede luik daaraan is, welke impact van Brexit mogen wij nog verwachten in 2021? Misschien moet ik al een eerste aanzet geven op deze vraag. Ik denk inderdaad dat u hierin wel gelijk heeft. Dus we zien eind 2020 een herstel van het relatieve niveau van de totale omzet voor alle havenbedrijven die we in ons staal hadden. Dus dat wil zeggen alle havenbedrijven waarvoor we maandelijkse omzetcijfers hadden. Dus de bedrijven die eigenlijk dat gedeclareerd hadden bij de BTW-administratie. En mogelijk is dat herstel deels te verklaren door het feit dat misschien Britse bedrijven extra voorraden hebben aangelegd en dat dat dus zal bijgedragen hebben, positief dan, voor de omzet van onze Belgische havenbedrijven in het laatste maand van het jaar. Dus net voordat de niet-tarifaire belemmeringen van toepassing werden. Nu, wat de impact in 2021 zal zijn, dat valt natuurlijk nog af te wachten. Maar voorlopig hoor ik wel heel veel stemmen opgaan die zeggen dat de impact voor België voorlopig lijkt mee te vallen en dat dankzij alle voorbereidingen zijn getroffen, alle inspanningen van de douane,
Nu, vorige week was er een breakfast-event georganiseerd door Flows, denk ik. En daar kwam de Brexit-topic aan bod. En daar werd wel gesteld dat de goederenstromen in Zeebrugge zijn blijven doorlopen. Dat de extra parkings die voorzien waren, dat die quasi leeg gebleven zijn. Dat er ook niet echt sprake was van opstoppingen. Dat allemaal dankzij de voorbereidingen van de klanten. Dus grote problemen tot hiertoe bleven die uit. Maar tegelijkertijd moeten we ook wel durven stellen dat in de eerste maanden van dit jaar waarschijnlijk heel wat bedrijven enig handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk hebben willen vermijden uit angst. Dan is het ook wel moeilijk om de impact van Brexit volledig te gaan loskoppelen aan die van COVID, want die twee vallen wel samen. En omwille van COVID zien we echt wel een stijging van e-commerce zendingen. En dan geldt ook nog dat de Britse douane, de Britse controles, nog vrij soepel verlopen de dag van vandaag. Maar in de nabije toekomst zullen die wel gaan verstrengen. Zullen er extra werktijden misschien daaruit resulteren. Extra controles, aangifte en extra bureaucratie misschien. En ik wil ook wel stellen dat vorig jaar de Nationale Bank een impactstudie had gemaakt. Sommigen onder jullie herinneren zich dat waarschijnlijk wel, waar we de impact van de Brexit hebben willen nagaan op de Belgische economie. En dus daar heeft men de situatie willen vergelijken, wat als de Britten nog in de Europese Unie zouden zitten, vergelijkende met de situatie, wat als de Britten uit de Europese Unie gaan, maar onder voorbehoud dat er een free trade agreement werd opgesteld. Dus die laatste situatie is wel effectief het geval. En toen, als je gaat kijken tussen die twee scenario's en de impact gaat bekijken op middellange termijn, zijn de 5 jaar, dan stelde die studie dat het Belgische BBP in het laatste geval, dus de situatie die we nu hebben, 0,7% lager zou liggen dan het Belgische BBP dat we zouden hebben, het niveau dat we zouden hebben, stel dat de Britten nog in de Europese Unie zouden gezeten hebben. Voilà, dus dat gaat over een periode van 5 jaar, maar we weten ook dat het referendum waar de Brexit uitkwam, dateert ook van 2016 en die impact is zich dan al, of er is dan al een effect geweest. Dus ondertussen zitten we ook al 5 jaar verder. Dus moeten we nog veel extra impact verwachten? Dat is natuurlijk de vraag. En oké, dit is wel een impactstudie die het effect weergeeft voor een gemiddeld Belgisch bedrijf. Dus natuurlijk havenbedrijven bijvoorbeeld in Zeebrugge, die gaan natuurlijk wel een grotere impact ervaren. Dat klopt wel. Een andere vraag die binnenkwam. Verwacht u een impact op het handelsverkeer? Met omwille van de toenemende digitalisering. Dus men denkt dan aan e-commerce. Vice-gouverneur, heeft u daar... Misschien nog eerst even op je vorige vraag. Ja. Nog even insisteren op het feit dat de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid hier ook een belangrijke rol gaat spelen. Dus je hebt Ilse gesproken over de douane. We hebben in het begin van de toelichting even gewezen op de situatie van de Belgische, de Vlaamse havens, vergeleken met de collega's in Nederland en elders. Dan stel je toch wel vast dat er verschuivingen kunnen ontstaan op zeker ogenblik. En de kwaliteit van datgene wat de algehele dienstverlening, en daar mag ook infrastructuur bij gerekend worden, zal echt wel bepalend zijn bij de mate waarin dat sommige van de negatieve effecten van Brexit
nog moeten doortrikkelen, dat die al dan niet de Belgische bedrijven gaan treffen, harder gaan treffen of minder hard gaan treffen. Ik heb een beetje het gevoel dat Brexit toch nog een beetje, voor degenen die nog de Suske en Wiskes kennen met de tijdslag van Jommeke, toch nog een beetje een effect van een tijdslag heeft. Dat wil zeggen dat er toch nog wat opgehoopte dingen zijn die nog zullen in de komende jaren moeten vrijgenomen worden. Denk inderdaad dat de eerste vraag die erop slaat van hebben we toch niet een wat gunstig effect gekend van een anticiperend gedrag? Ik vrees dat we daar ja moeten op antwoorden. Dus toch maar afwachten of we niet te snel in optimisme moeten komen. En ja, om dan meteen door te gaan naar de tweede vraag rond de digitalisering. Ik weet niet of we hier kunnen spreken van iets wat eerst en vooral de portuaire activiteiten ingrijpend zal beïnvloeden. Hè. Dus ik denk dat e-commerce wel degelijk een thema is waar ook in het jaarverslag van de Nationale Bank regelmatig wordt gewezen op ook dat aspect van een overheid en de dienstverlening. En ook de reglementering maakt deel uit van die dienstverlening. Een competitieve overheid hebben maakt ook het verschil voor bedrijven. Daar is geen twijfel over. En ik denk dat dat dus wel degelijk een bijzonder belangrijk onderwerp is. Maar ik heb minder het gevoel dat dit nu meteen de cijfers zal gaan beïnvloeden die betrekking hebben op datgene wat we deze middag hebben zitten presenteren. Ilse, sta je op mute of... Ja, ik moest even mijn muis zoeken, sorry. Dit is opgelost. Er zijn nog een aantal verschillende vragen hè, die allen zeer interessant zijn. Misschien een vraag die we snel kunnen beantwoorden. Gaat de Nationale Bank in de toekomst in haar rapporten een onderscheid blijven maken tussen de haven van Antwerpen en de haven van Zeebrugge nu beide havens eind dit jaar zullen fusioneren? Ja, misschien gewoon even zeggen, maar jij kunt dat nog beter toelichten. Wij werken eigenlijk met een bestand van bedrijven. Hè? Dus, en datgene wat leidt tot een aggregaat, tot een consolidatie, is gebeurd op basis van, laten we zeggen, de optelsom van bedrijfsgegevens die in de jaarrekeningen zitten. Dus met andere woorden, we gaan proberen de economische realiteit zo dicht als mogelijk te blijven benaderen. Hè? Dus, maar ik weet niet, Ilse, of jij daar een methodologische bedenking bij hebt rond wat de impact van fusies is op het niveau van ons cijfermateriaal. Laat ons eerlijk toegeven dat sommige andere operaties die transnationaal zijn, soms ons voor wat meer hoofdbrekers zetten dan iets wat puur intern binnen de jaarrekeningen die wij beheren als Nationale Bank, waar we eigenlijk zelf een klein beetje de aggregatie kunnen organiseren. Terwijl wanneer we spreken over het samenwerken met collega's in Nederland bijvoorbeeld, dat je daar een iets lastiger verhaal hebt om dubbeltellingen en dergelijke te vermijden. Maar dat stelt op zich voor wat samenwerkingsverbanden binnen België, binnen Vlaanderen betreft, stelt dat eigenlijk niet zoveel problemen. En ik wil van de gelegenheid nog eens gebruik maken voor aan Ilse te vragen of ze er nog iets aan toe te voegen heeft, om te zeggen dat alles wat zorgt dat onze havenbedrijven en de organisatie daarvan beter op elkaar afgestemd wordt, meer complementariteit nastreeft, dat uiteraard alle mogelijke aanmoediging verdient, ook van onze kant. Ilse? Ja, ik denk inderdaad dat methodologisch gezien er geen enkel probleem is om beide havens opgesplitst te houden als dat wenselijk zou zijn. Ja, klopt. Een andere vraag die is binnengekomen gaat over de groei in het maritieme goederenverkeer. Dus een van de eerste slides die u besprak. De vraag is, u stelt dat het maritiem goederenverkeer de groei is voor de werkgelegenheid, terwijl over een periode van 5 jaar we zien dat maritiem trafiek groeit met 18% en directe werkgelegenheid met 3,5%. Is dat dan echt de rug voor de groei in werkgelegenheid? Wel, als ik ben snel even gaan becijferen
wat de bijdrage is van de goederenbehandeling, van de sector goederenbehandeling in de groei van de tewerkstelling, de directe tewerkstelling bij de havens. En dan zien we wel, dus als u spreekt over een groei van 3,5% over 5 jaar, wel 2,3% komt dus echt door de toename van tewerkstelling in cargobehandeling. Dus ja, het is echt een ruggengraat. Dus ik zeg, dus let wel, de cargobehandeling, de tewerkstelling in die sector, is toegenomen over die 5 jaar en met 14%. Maar ik spreek over de bijdrage in de totale groei. Dus natuurlijk zijn er ook andere sectoren die daartoe bijgedragen hebben. En u moet ook weten dat sinds de financiële crisis de tewerkstelling een heel sterk naar beneden gegaan is en dat die zich maar is beginnen herstellen en langzaamaan beginnen groeien weer vanaf 2016. En dat we nu zelfs op een tewerkstellingsniveau zitten dat nog niet het niveau heeft bereikt dat we hadden voor de financiële crisis. Dus voilà, ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag. Ja, en daaraan toevoegend dat als je dat vergelijkt met de andere sectoren van de Belgische economie, die arbeidsintensiteit van de groei in het algemeen niet zo positief is. Hè. Dus dat met andere woorden ook de Belgische economie nog altijd groei blijft realiseren, dikwijls, afgezien van nu de laatste paar jaar, maar heel vaak met een zeer geringe toename van de tewerkstelling. En wat dat betreft heeft dan de laatste jaren in de havensectoren een iets positiever beeld gegeven als je geïnteresseerd bent in een voldoende tewerkstellingscreërende capaciteit van de economische bedrijvigheid daar. Oké, dank u wel. Een andere vraagstelling, zijn er inzichten op de vergroening, sustainability van de Belgische havens? Ik weet niet of Jacques van der Meijeren aanwezig is en de vele andere collega's die dikwijls, laten we zeggen, daar denkwerk, niet alleen denkwerk, maar ook trachten van meer dan denkwerk rond te doen. Wij hebben alvast met het havenrapport niet gepeild, omdat goed, als je de jaarrekeningen bekijkt, dan kun je daar niet op dezelfde manier dit soort van inzichten uitpuren. Maar het is wel degelijk zo dat de volledige economie vandaag in België attenter is geworden rond de problematieken van de vergroening. Maar die komen eigenlijk in dit havenrapport niet echt aan bod, maar dat heeft veel te maken met de methodologie die we hanteren, waarbij we naar de jaarrekeningen kijken. Naarmate dat er meer rapporteringsverplichting gaat ontstaan, zal daar misschien wat grotere duidelijkheid kunnen over verschaft worden. Oké, dank u wel. Nu op zich, ik vind dit ook een heel belangrijke en zeer interessante vraag. De vraagstelling die ik dan een beetje heb, bestaan er op dit moment meetbare indicatoren zodanig dat we dit gaan kunnen meten? In ieder geval niet in de jaarrekening, misschien wel dat bijgehouden wordt door de havenautoriteiten. Nu, ik weet bij beursgenoteerde ondernemingen die een jaarrekening neerleggen volgens IFRS-standaarden, daar in de toelichting ga je wel meer en meer informatie terugvinden over sustainability, energieverbruik, watergebruik. In de statutaire jaarrekening is dat niet echt het geval. En je ziet wel dat de havens gaan evolueren en echt moeite doen om te gaan vergroenen. Maar daar is niet rekening gehouden met het totale concept. Hè. Dus er zijn een tal van voorbeelden waar dat diverse havenbedrijven circulaire economieprojecten willen ondersteunen. Er zijn ook heel wat havenbedrijven die willen meewerken aan de productie van groene energie. En dan zijn er ook heel wat voorbeelden van grote ondernemingen die ook interessante projecten hebben opgezet. Ja, misschien is het niet hier aan de orde om effectief bedrijven te gaan opnoemen en hun realisaties, maar er zijn echt wel tal van voorbeelden. Dus ik denk wel dat daar een evolutie aan de gang is.
Maar het is ook interessant om te weten hoe dat die evolueert over de tijd. En dan zou een indicator wel interessant zijn. We hebben die oefening tot hiertoe nog niet gedaan, dat moet wel gezegd. Ja, er zijn nog wel wat vragen binnengekomen, maar ik zie dat het ondertussen 2:05 is. En ik had wel, we hadden halverlinks denk ik wel beloofd om dit alles binnen een uur te beklinken. Dus denk ik dat we het hierbij gaan houden. Nu, ik wil u wel nog graag uitnodigen voor het webinar van morgenmiddag met Sjaak van der Meijre, CEO van de haven van Antwerpen. Want hij zal morgen de strategische rol van de Antwerpse haven toelichten en ook uitweiden hoe de haven meer en meer tacht te streven naar duurzaamheid. Dus voilà, rest mij enkel nog om u, vice-gouverneur, te bedanken, maar ook u, luisteraar, voor uw participatie aan deze webinar. Het was ondertussen de tweede webinar rond het haventopic. Misschien hebben we volgend jaar, nu hopelijk hebben we volgend jaar, de kans om in hoogst eigen persoon de volgende analyse aan jullie voor te stellen. Dus dank u wel en tot ziens. Tot ziens en hartelijk dank.